Mijn naam is Thijs Lodewijk. Ik maak elektronische muziek en dat doe ik onder de naam Ludewijk. Het idee van het zonificeren van data die uit infrastructuur komt, heeft echt ongekend veel mogelijkheden. Heijmans heeft mij gevraagd om 4 infrastructuurprojecten te zonificeren, waaronder de A27, de Beatrixsluis, de spoorbrug bij Rosmalen en de Sonop Solar Noise Barrier langs de A50. De Beatrixsluis heb ik inmiddels afgerond, zo ook de A27. Ik ben nu bezig met afronden van de Sonop en dan ga ik de data binnenkrijgen van die spoorbrug bij Rosmalen. Ik vind het sowieso een heel mooi voorwerp om te zien. Het heeft voor mij te maken met reizen en echt andere plekken naar andere plekken gaan en ontdekken. Dus ik zal proberen om die track zo te beïnvloeden dat het ook past bij de gebruikers van die infrastructuur. Ik vind de combinatie van het verhaal, het idee van waar komt het vandaan en de visuele ondersteuning en die muziek, dat totaalpakket vind ik zelf heel interessant om naar te kijken en te luisteren. Geluid en muziek spreekt iedereen aan. Dus op het moment dat je de zin van infrastructuur en de data die eruit voortkomt middels muziek bij mensen onder de aandacht kan brengen, dan denk ik dat iedereen zich veel bewuster wordt van de wereld waarin we leven en de infrastructuur waar we van gebruik maken. Dat maakt dit een ontzettend interessant project voor mij.